vinden het leuk in onze buurt dat heel veel mensen elkaar kennen. Hallo, ik ben tante Gerritje. Dag! Nou, ik kom hier binnenkort in de buurt wonen. En ik kwam vandaag even een kijkje nemen, een beetje te zien hoe gezellig dit buurtje is. En ik kan wel zeggen dat het echt een leuke buurt is. Ik heb er zin in. Wat vind ik van de buurt? Ik vind de Indische buurt een geweldige buurt. Buurt bruist, waar mensen de buurt maken, waar mensen hun steentje bijdragen. Waar ze af en toe ook heel eerlijk tegen elkaar zijn, want Indische buurten hebben hun hart op de tong. Maar ze zorgen altijd ervoor dat de buurt levendig blijft en dat het fijn blijft. En kijk maar om je heen en je ziet dat mensen hier gelukkig zijn in de Indische buurt. Zo hoort het ook. Hi, ik ben Zoe en ik woon in de Riauwstraat. Ik vind de Indische buurt wel leuk, maar ik vind wel dat er dingen er bij Nevis Dunner bij de speeltuin moeten veranderen. En dan vind ik meer speeltuin toestellen. En nou ja, doei! De Sip de Mol. Kijk op www.kijkmijnwijk.nu. Dan kan ik jou leren fotograferen. En dan geef ik je allemaal tips van Sip. Ja, hallo. Ik woon hier al sinds een hele tijd, misschien 5 jaar, in de Indische buurt. Ik ben net 1,5 jaar weg geweest. En ik zie gewoon wat er allemaal is gebeurd. Heel veel winkeltjes zijn erbij gekomen en vooral ook leuke kroegen zag ik. Zo kroegen waar ik graag naartoe ga, een beetje ja, van studenten volgens mij, maar ook van kunstenaars gemaakt. Die delicatessen, daar ben ik nog niet geweest, maar moet ik even kijken. Wat ik nog mis en wat ik in Berlijn heb meegemaakt, er zijn heel veel kindercafés. Waar je gewoon een kleedje in een grote ruimte op de grond in een hoekje zet en een klein kooktoestelletje. En dan gaan gewoon een baby wat nog net kan lopen, een beetje rommelen, een beetje spelen. Dan kan een moeder en een vader een keer een koffie drinken en elkaar ontmoeten. Dat zou ik hier nog wel missen en willen hebben. Het leukste in deze buurt is spelen. Verstoppertje. Tikkertje. Basketballen. En fietsen. Ja, we Zebersport wil met ingang van september willen ze stoeiclinics gaan organiseren voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Zodat zij op spelende wijze leren hoe het is om contact met elkaar te hebben. Ik ben Anne Wilbers, directeur van de Alliantie Amsterdam. Ik vind de Indische buurt een fantastische buurt. En iedereen kan zien vandaag hoe hier goed samengeleefd wordt en hoe hier genoten wordt. En ik wens iedereen veel plezier. Ik woon aan de rand van de Indische buurt, net tegen Oostelijke Havengebied. Het is een prachtig bruisend stadsdeel, mooie wijk, Indische buurt. Prachtig festival, laat goed zien wat de kracht en kwaliteit van de Indische buurt is. Als je overweegt om in een bruisend stadsdeel te gaan wonen, kom naar Oost, zou ik zeggen.